En superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb vandaag voor jullie weer eens een Action Shop vlog. En als jullie me een beetje volgen, dan weten jullie dat ik recent ben verhuisd. En ik heb tussen de verhuisvlog door ook een aantal Action Shop vlogjes gedaan. Maar ik ben net heen geweest en ik dacht, dit is wel leuk voor een aparte video. Dus ik heb vandaag voor jullie een Action Shop vlog. Ik heb bijna 50 euro uitgegeven. Het zijn wel voornamelijk dingetjes voor in huis. Maar ja, ik hoop dat jullie er zin in hebben. Heb je er zin in, doe alvast even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden als je het nog niet hebt gedaan. En ik zou het leuk vinden als je me gaat volgen op TikTok en Instagram. En dan gaan we gelijk beginnen met de aankoopjes van de Action. Nou, ik was dus net op de fiets heen. En ik had echt 3 megatassen mee. En ik kreeg het gewoon niet mee terug op de fiets. Dus toen kwam Jules even op de scooter aanrijden, want ik kreeg het gewoon niet mee. Ik had dus iets te veel gekocht wat ik zelf mee kon nemen. Maar ik had dus een winkelafspraak gemaakt. Nog steeds best wel gekkig dat dat nu weer kan of zo. Maar je kan dus een afspraak maken om 20 minuten te winkelen bij de Action. En voor mij waren 20 minuten wel genoeg. Ook al voelde het wel een beetje alsof ik gratis mocht winkelen of zo. Ik weet niet, je staat toch in een rij en dan mag je naar binnen. En dan denk je ook, oeh, ik moet op de tijd letten. Dus het was een beetje gekkig, maar het is gelukt. Ik zal even beginnen met de grootste tas. Zit in een Fomar tas, niet van de Action dus. Ik heb allereerst 4 paar wijnglazen gekocht. Jo en ik die drinken best wel vaak wijn en we hebben ook wel eens vriendinnen over de vloer. En ik ging laatst een wijnglas afwassen en toen ging die kapot. Dus ik heb even nieuw gekocht. Dit zijn ze, gewoon best wel simpel. Ik weet niet hoe duur ze zijn, ik zal even het bonnetje zoeken. Ik heb wel het bonnetje meegenomen namelijk, dus ik weet de prijzen. Volgens mij waren ze echt niet heel duur. Het zijn er 4 voor, even kijken, 4 voor 2,99. Dus dat is echt top. Oh, moet ik nu ook even oppassen. En hier past 35 centiliter in, geloof ik. Dan nog iets uit deze tas. En dan is hij alweer leeg. Er zitten vooral grote dingen in. Ik heb allereerst deze opbergbakjes gekocht. Ik heb deze al in mijn make-up la. Of nou ja, in mijn Alex ladekast. Maar daar heb ik dus een la met make-up. En ik had nog een paar van deze bakjes nodig. Want ik had weer wat nieuwe make-upjes. Zo kan ik het wat beter onderverdelen. Deze past er trouwens echt perfect erin. Dus dit is echt een tip. Volgens mij kostte deze iets van 55 cent per stuk. 54 cent. Ik heb er zelf 3 gehaald. Want ik had er volgens mij nog een stuk of 10. Dus deze kan ik nu aanvullen in mijn kast. Dus dat is heel erg chill. Dan heb ik ook nog deze opbergbakken gekocht. Het zijn er 4. Het zijn ook gewoon los te koop. Dit is hoe ze eruit zien. Ik vond deze wel mooi. Wij hebben namelijk in de badkamer een soort van open rekje staan met handdoekjes en zo. Maar er staan ook een aantal producten op. En het lijkt me gewoon wat makkelijker om dit in een bak neer te zetten. Want dan valt het ook niet de hele tijd erom of eraf. Dus deze heb ik gekocht. Ik weet niet, ze zijn van het merk Curver. Volgens mij is dat best wel een bekend merk. Ik heb nog meer bakjes daarvan. Ga ik straks ook even laten zien. Even kijken hoe duur deze waren. 2,29. En ik heb er dus 4 in totaal. Dus ik ben benieuwd hoe deze staat. En ik wil hier misschien ook iets van ondergoed of sok of zo in gaan doen. Want dat ligt nu ook echt overal nergens. Dat is een beetje irritant. Dus dat zijn deze. Oké, door naar de volgende tas. Ik zal wel even beginnen met deze, want dit ligt bovenop. Dit heb ik even ingepakt in van dat spul. Oh, ik dacht dat er een barst in zat. Maar dat is niet zo. Oké. Ik heb namelijk deze bakjes gekocht. Ik vond deze echt mega cute. Xenos heeft ook echt soortgelijke van deze. En we hebben al best wel veel bakjes. Maar ik dacht, ik vind deze zo leuk. Hier kan ik misschien iets van sojasaus in doen als we weer sushi gaan eten. En hij heet Sienna. Ze hadden ook nog best wel veel andere kleuren. Kijk, ik weet niet of je het kan zien zo. Het is ook handgemaakt. Echt vet mooi. En dit zijn de wat grotere. Hier kan je dus soep of zo in doen. Of iets van, ja, wat kan je erin doen? Iets van komkommer of iets van snacks of chippies of zo. Maar hier heb ik er dus 2 van. Misschien dat ik er nog meer ga halen. Ik moet even kijken. Maar voor nu ben ik hier heel erg blij mee. Ik vind ze echt super mooi. Kijk hoe duur deze waren. Sienna schaal 2,39. En die kleine was 99 cent. En ze hadden die dus ook nog in een aantal andere kleuren. Een beetje grijs, zwart, blauw, lichtblauw, een beetje turquoise. Echt vet veel leuke dingetjes hadden ze. Dan het volgende. Dat is namelijk deze keukenrolhouder. Ik dacht, waarom niet? Ik vond deze best wel mooi. Wij hebben in onze keuken allemaal zwarte accenten. Maar we hadden nog geen keukenrolhouder. Dus ik dacht, ik neem hem gewoon mee. Deze kostte 1,99 €. Ik zal hem even openmaken om te kijken hoe hij eruit ziet. Ze hadden hem ook gewoon in het zilver. Dus als je het zwart niet mooi vindt, kan je altijd nog die bestellen, wil ik zeggen. Kopen. Oh, hier zit nog een plakrandje onder. Dan kan je die er nog hier op plakken. Maar je moet hem zelf nog even erop schroeven. Kijk hoor, dan zit die zo ongeveer. Wel heel erg mooi. Hier ben ik heel erg blij mee.
altijd van die kleine dingetjes. Ik weet niet, als je dan uit huis gaat, dan word je echt van de kleine dingetjes blij. Maar dat heb ik nu dus ook. Even kijken. Dan heb ik nog een spatel gekocht, ook in het zwart. We hadden al een spatel van de IKEA, maar ik weet niet. Die vond ik echt niet chill. Die was ook echt heel klein en hij liep heel erg breed uit. Deze wat makkelijker. Die was, even kijken, spatel 99 cent. En, oh nee, die zit waarschijnlijk ergens anders. Dan heb ik nog voor Juul deze voorraadbakken gekocht. Deze zijn dus ook van het merk Curver. Echt een heel erg mooi merk. Deze hadden wij thuis bij onze ouders ook. Maar hier bewaren we vaak nootjes en zo in. Dus hier heb ik er 3 van. Deze zijn echt super mooi. Kijk, als we deze eruit halen, dan kan je het wat beter zien. Ze zijn wel wat duur. Of nou ja, duur. Het is ook niet super duur. Ze zijn 3 euro per stuk. Maar ze zien er wel gewoon echt heel erg mooi uit in je la. Dus daar heb ik er 3 stukken van. Oeh. Valt bijna om. Oh ja, dit is echt leuk. Ik zag dit en ik dacht, dit moet ik hebben. Ik had al zo'n dingetje, maar die ligt nog bij mijn ouders. Die had mijn moeder ook gekocht. Maar dit is dus zo'n... ja, ik zei dit een keer in een video. Toen noemde ik het iets van pulletjes of zo. Maar dat zijn natuurlijk baby eentjes. Hier staat lint remover. Oh ja, pluizenverwijderaar. Je hebt toch wel eens op je trui of op je broeken dat het een beetje zo gaat... Ja, ik noem het oppillen of oppullen. Ik weet niet. Maar hiermee kun je het dus weghalen. Dit is dus zo'n soort van scheerapparaatje. Dit is echt top. En sommige dingen die lijken dan gewoon echt helemaal nieuw. En wij hebben dus ook een bank gekocht. En daar zitten ook een paar van die, ja, bolletjes op. Ik noem het maar even zo. Oeh, deze is echt groot. Oh, er zitten zelfs batterijen bij. Deze was echt super goedkoop. Iets van 2 euro nog wat. Ja, 2,79 euro. Die ik zelf had thuis. Die was van Philips. Die was ook iets van 10 euro. Vond ik ook niet duur. Maar dit is hem dus. Best cool ding. Nou, deze dus. Die heb ik gekocht. Dus die ga ik straks gelijk even gebruiken. Dan heb ik nog een soeplepel gekocht. Ik vond dit best wel een rare vorm. Maar dit was het enige ding die ze hadden. Kijk, hij is ook niet super diep. Dus... Maar ja, in ieder geval een soeplepel. Voor zover dat erop lijkt. Deze was 1,49 euro. Dan heb ik nog een bakje kauwgom gekocht. Deze zijn gewoon net even wat goedkoper bij de Action. Niet van een merk of zo. Ja, dit verkopen ze bij de Action, dit merk. Freeze Fresh. Nou, in ieder geval kauwgompjes. Vind ik altijd wel lekker voordat ik de deur uit ga. Nou, dat was de tweede tas. Dan heb ik nog een derde tas. Nou, en hier zitten eigenlijk alleen maar dezelfde dingen in. Namelijk... Hij zit helemaal in de knoop. Maar in ieder geval, kledinghangers dus. Dit zijn 6 stuks. Ik had laatst ook bij de IKEA best wel veel kledinghangers gekocht. Maar ik had niet genoeg. Even kijken. Kledinghangers 6 stuks, 2,99. Dus dan heb je 6 stuks. En ik heb er hier 3 van. Dus nog 2 andere met 6. Dus ik heb er best wel veel nu. Maar Jon en ik die hebben een eigen kledingkamer. En daar hebben we laatst kledingrekken voor gekocht. En we dachten dat we veel hangers hadden gekocht, maar dat viel dus uiteindelijk best wel tegen. Ik heb best wel veel dingen die ik nog wilde ophangen. Dus ik heb even wat kledinghangers gekocht. Ik doe eigenlijk altijd witte. Die vind ik eigenlijk het mooist. Dus hier ga ik mijn kleding weer even aan ophangen. Dus daar heb ik er in totaal 3 van. Echt mega blij mee. Ik ga dit denk ik straks gelijk doen. Dan heb ik dat maar gedaan. Ik keek er al de hele tijd naar uit om dit te doen namelijk. Oké, en dat was alles wat ik heb gekocht. Ik was in totaal 46,33 euro kwijt. Op zich valt het wel mee voor de spullen die ik heb. En ik ben er weer echt mega blij mee. Als je op jezelf gaat wonen, dan pas besef je hoeveel je eigenlijk nodig hebt. Dat is echt bizar. Maar ik hoop dat je deze video leuk vond om te zien. Vond je hem leuk? Doe nog even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden als je het niet hebt gedaan. En ik zou het leuk vinden als je me gaat volgen op TikTok en Instagram. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei!